Here we go! Geweldig jullie weer te zien, team. Søren hier met vandaag weer een nieuwe Mario Kart 8 Deluxe video voor jullie. Voor vandaag ben ik super enthousiast, want je zal misschien wel aan de titel, maar ook aan het scherm dat je nu op je scherm ziet, hebben gezien. We gaan namelijk iets anders doen dan het Grand Prix dat we al een tijdje doen. We gaan namelijk online battle spelen. Jawel. In de vorige Grand Prix video vroeg ik aan jullie wat je het liefste als eerst wilde zien. De Grand Prix van 200cc, 150cc spiegel of online battles. Nou, zoals je misschien nu ook op je scherm ziet, zie je een plaatje met daarin de uitslag. En het is inderdaad battles geworden online. Dus dat gaan we doen. Ja, zoals je kunt zien, ik ben nog maar 1000, dus ik heb het nog nooit gedaan. Dit wordt echt mijn allereerste dinners. We gaan het maar gewoon zien. Ik heb 2 suggesties gekregen. Eentje daarvan kan me niet meer herinneren. Maar de andere, weet ik, oh ja, Wario inderdaad. Wario wil ik een keer gaan spelen, maar Rosalina. Ik vind Rosalina, vind ik wat meer een race type. Dus ik ga gewoon nu Wario gebruiken. En de volgende race, volgende aflevering, multiplayer aflevering, zullen we Wario gaan, of Rosalina gaan gebruiken. Ik vind Rosalina wat meer, sneller type. Ik weet niet waarom, dus die kan je denk ik beter in race gebruiken. Wat voor autootje gaan we voor Wario gebruiken? Ik vind altijd dat dingetje, dat dikke auto. Deze inderdaad, die vind ik wel voor hem passen. Met welke banden, dan denk ik meer aan dit soort banden. Deze misschien. Deze ook wel gaaf, die vind ik wel leuk inderdaad. En dat is gewoon nog steeds mijn standaard vlieger, die ik gewoon lekker vind. Dus dat gaan we doen. Oké, dat hebben we nog nooit gezien. Ik wist ook niet, maanbasis, die spreekt me aan. Ik wist niet dat er andere koersen waren voor battles. Pop een nieuwbus achter. Dus ja, we laten ons verrassen tijdens de eerste battle. Het is uiteindelijk Zoetertouw Kasteel geworden en het is een ballonnengevecht zoals je kunt zien. Ik heb ooit eens vroeger battles gedaan op DS en volgens mij ook wel op Double Dash bij andere mensen. Ik heb echt geen flauw idee wat je er dan van verwacht. Ik weet dat ballonnen iets met zijn dat je moet stelen van elkaar. Ik weet alleen niet hoe dat kan. Volgens mij moet je dan gewoon power-ups tegen elkaar schieten. Ik heb geen flauw idee wat we gaan doen. Dus het is mij ook allemaal nieuw. Ik leg hier even een banaantje neer. Ik zie daar iemand van het andere team inderdaad. Dus die gaan we zo even pakken. Oké, dat is inderdaad eentje. Oké, voor mij heeft iedereen zijn eigen kleur ballon. Dus het maakt volgens mij niet uit wie je pakt als je er maar eentje... iedereen is je tegenstander. Het is een soort van freefall misschien wel. Oeh, even kijken. Die had weer haast gepakt. Die twijfels volgens mij is dat. Het scheelt niet veel. Zolang wij maar geen ballon verliezen, is het natuurlijk wel lekker. Dus ik ga misschien ook maar even een banaantje achter hem houden. Dit zijn er 3. Kijk, daar gaat inderdaad iemand die reed door een banaan en die verliest een ballon. Kijk, pak de banaan. Goed zo. Kijk, dat gaat lekker. Ik heb 1 banaan van iemand, of 1 banaan, 1 ballon. 1 ballon, banaan en ballonnen. Jeetje, Mina, wat een tongtwister zijn dat. Heb ik nu van iemand gestolen, of in ieder geval afgepakt. Voor mij moet je net zo doorgaan totdat niemand, tot degene die dan nog 1 ballon over heeft. Die is dan de winnaar, zeg maar. Volgens mij is dat het... Daar onze eerste ballon. Daar gaat onze eerste ballon. Een verrassingsbom was dat. Ik ga het niet meer even gooien. Kijken of ik haar kan pakken. Yes, ja. Oh, top. Mooi zo. Die heb ik... Voor mij is dat dan de 2e keer dat haar had. Dat was... Ik weet niet of ik hem had. Dat was lastig. Dit is echt spannend, ja. Dit is best wel spannend. Ik kan ook nog onderlangs hier. Dan moet ik oppassen, want die gozer die... Oh, kom maar hier. Kijk eens aan, toppie. Je kan geen bananen stelen, of bananen. Je kan geen ballonnen stelen. Dat is dan voor mij weer met die muntjes, dat je dat dan wel kan. Die gaat even daar gooien. Kijk of het... voor mij moet je gewoon die bananen gewoon lekker in de ronde gooien. En dan zie je wel waar ze eindigen. Even kijken, zie je er iemand dat er een schild aan komt, dus pas op. Ik zie daar inderdaad iemand... Kijk of ik daar kan raken. Ja hoor, ik heb er iemand... Kijk of ik nog een keer raken. Ja, ook nog iemand gaat. Hij is nummer 1. Kijk eens aan. Hoe kon ik nou geen... Dat is balen. Ik was nog met 4 ballonnen, nu zit er 3. Dat is toch ietsje gevaarlijk. Nog steeds hartstikke goed, maar... even kijken, kan ik haar pakken? Denk het niet. Zij is heel gevaarlijk met die 3 schilden om de heen. Dus we moeten even oppassen. Als ik tegen iemand aanrijd, zou ik dan ook een banaan af... Oh jeetje. Dit is spannend. Ik heb nu nog maar... een rood schild. Oh jee. Dit gaat alweer super slecht. We begonnen zo lekker, het gaat nu wat minder. Even kijken of ik hun kan pakken, misschien. Dat is op mezelf. Dat is niet slim. Oh jee. Oh ja, wat? Ik heb nog 3 ballonnen. Hoe kom ik daar dan aan? Waarom heb ik dan nog 3 ballonnen? Had ik er nu 2 moeten hebben? Of een... Dat weet ik niet wat dat precies inhoudt. Maar ik heb in ieder geval de 3, dus nou, top. Laten we ook niet klagen, oppassen voor dat ding. Ik zie nog aan. Kijk, zij heeft nog 3 ballonnen. Ik ga haar even pakken. Zij doet het slim. Wat is er aan de hand? Oké, ik ben eerste geworden. Yes, 7 punten erbij.
Yes, oké. Als ik waarschijnlijk nog 3 ballonnen over had gehad, dat was echt precies op het laatste. Dan hadden we waarschijnlijk echt eerste geworden. Dus dan hadden die andere 2 mensen hadden tweede geworden. Ik 1, die andere 2, 2. En dan de rest 3 of 5, weet ik veel. Maar ja, dat was inderdaad een mooie of een leuke eerste battle. Ik ga nu voor de maanbasis. Je had net ook al gekozen, maar die was helaas niet aan bod genomen. Dus ja, zie jullie zometeen bij hopelijk weer een leuke battle. Battle nummer 2, en dit is een andere, want er stond een plant bij. En we zijn op Luigi's landgoed. En we zitten in een team. Zoals je kunt zien aan mijn vlaggetje achter op mijn gaaf autootje ben ik team blauw. Dus ik ben erg benieuwd wat er gaat gebeuren, wat je moet doen. Er zat iets van een piranha. Zo'n plant was het teken van het dinus. Oeh, ik zag daar iemand over mij. Oeh, ik weet al wat er aan de hand is. Volgens mij moeten de mensen met die piranha's of met die piranha planten, die moeten jou op gaan jagen. Dat is het. Ik heb nu een vlieg. Wat is dat nou? Ik heb een veer. Oké. Nou, weet ook dat dat is. Ik heb een veer en nu nog een paar van... Oh, het wordt gek van die groene schild. Daar word je echt niet goed van. Ik ga gewoon een beetje rondrijden. Ik heb er al geen flauw idee. Er zit iemand achter me met een piranha. Dus die moeten we even weg zien te krijgen. Ik heb er echt geen flauw idee wat ik aan doen ben. Er zit iemand achter me nog steeds. Moet ik er volgen. Pas op. Andere kant op achter je gooien, Wario. Kom op. Gooi het er tegen... Het is ook niet te geloven, hè. Gooi het er tegen mezelf aan. Kom op, zeg ik. Kom op. Er zit nog steeds iemand achter me met een piranha. Daar moet ik voor oppassen. Hij is niet al te dichtbij, dus dat scheelt. Ik heb ook geen flauw idee wat voor doelen we voor deze serie moeten gaan zetten. En voor de multiplayer hebben we de serie om... Spannend. Voor de multiplayer hebben we de doelstelling om... gewoon elke potje minimaal punten erbij te pakken. Dat gaat dan weer net omdat je dan zo... het wordt gevangen. Aha. Dus je kan hier heel even niet spelen, zo te zien. Ik weet niet hoe lang dat is. Is dat echt voor altijd? Nee toch, dat lijkt me sterk. Ik vind het wel een leuk hokje trouwens. Ik vind het wel grappig. We gaan even kijken wat hier aan de hand is. Oké, dan inderdaad weer... B.O. de cel... Ja toch, wat is dit nou weer? Wat is dit? Jongens, alsjeblieft zeg. Je moet de cel openen zien. Dankjewel, baby Rosalina. Is dat niet de bedoeling? Je moet eigenlijk... die andere mensen moeten... Ja, gewoon zorgen dat ze al die... Jeetje, ik word daar zo niet goed. Het gaat zo lekker. We begonnen goed. Hè? Misschien door het beginnersgeluk. Jongen. Maar als wij waarschijnlijk allemaal in de cel zitten... Dan hebben we verloren. Dus dat wordt natuurlijk de kunst om iedereen tegelijk in die cel te doen. Ik heb ook geen flauw idee dat je die cel kan openen. Dus dat moet je waarschijnlijk als een veer doen. Oké, dit is allemaal interessant. Dit leer je nog steeds. Dus dat is wel gewoon. Kijk, dankjewel. Ik moet zelf ervoor zorgen dat ik zo'n dinnetje kan openen. Want ik ben nu de laatste paar dinnetjes heb ik alleen maar in die cel gezeten. Godzie Mickey. Ik word er niet goed van. Ik word echt gek van de beest. Gewoon, ik kan niet eens even... 2 seconden in het spel zijn en ik ben alweer word alweer gepakt. Ik ga gewoon zijn ding gooien. Ik ga gewoon bananen naar ze gooien. Ik ga nu even oppassen voor die Rosalina, want die zit nu vlak voor me. Ik weet alleen niet hoe je die cel kan openen. Ik denk door zo'n veer. Maar dat weet ik niet zeker. Even kijken, hoe doe je dat? Ik zie ze daar zitten. Oppassen, want er zitten inderdaad nu mensen. Ik denk dat ik zo'n veer nodig heb. Oké, baby Rosalina heeft de cel geopend, dat is mooi. Want zijn onze teamgenoten nog 3 seconden, dus dat gaan we gewoon winnen. Want ja, er moeten wel heel gekke dingen gebeuren. Kijk, we hebben in ieder geval weer gewonnen volgens mij. Misschien nog niet. Team blauw, yes. Oké, ik weet niet. Ja, wat moet ik dan in godsnaam? Ik heb in ieder geval punten erbij. Ik weet niet hoe ik dat heb gedaan. Want de rest heeft geen punten erbij gekregen. Maar ik heb helemaal niks gedaan. Je zag dat mensen 13 keer dezelfde geopend. Maar ik weet niet hoe je dat doet. Waarschijnlijk door die veer, maar dat is voor mij ook allemaal nieuw. Dus ja, hopelijk heb je er weer van genoten. Het is tot nu toe meer beginnersgeluk dan echt wijsheid. Maar het moet gebeuren. Ik ga voor het Forel Viaduct. Dat vind ik wel leuk te uitzien. Dus ja, hopelijk zien jullie bij de derde battle. De derde battle. En dit is echt gewoon... Alles komt bij elkaar hier zo. Dit is het leukste onderdeel. Met die muntjes die je moet verzamelen. En ook nog op de circuit. Op het circuit. Waar ik de afgelopen 2 keer op had gestemd. Dus nou, dat komt allemaal niet bij elkaar. Hopelijk kunnen we natuurlijk wat goeds doen. Dat dacht ik al. Want dat we het niet meer zouden halen. Maar maakt niet uit. Even kijken waar gaat die heen, dat ding. Want dit is inderdaad... Dit ken ik nog wel, deze manier van battelen met die sterren, of met die muntjes eigenlijk. Kijk waar die heen gaat met die gozer met die ster, want die moet je dan waarschijnlijk afpakken. Oh, de zon is het, de zon, sorry. Maar die moet je dus afpakken en degene die dan heeft, die moet je, verslaan of aanraken of even vervelend tegen hem doen. Dus ja, dat is wel top. Hopelijk kan ik hem hier pakken, heb ik hem? Ik heb hem niet. Oké. Als hij een 14 seconden bij zich draagt,
Zo te zien dan. Oké, ik heb hem niet. Zet het dan. Van nou even. Oké, pas op. Het rijden is opeens heel anders geworden. Ik weet niet of dat met deze map te maken heeft of met het spels dingen zelf. Kom jongens, ik ga nog niet vertellen dat het misgeraakt. Wij klopt nou jongens. Ik weet niet. Oh, ik heb een ster, die moet ik even gebruiken. Maar ik weet niet wat die 15 seconden of nu 7 seconden rest bovenin betekenen. Kom op nou, gaat hij tegen een dingetje aan. Kom op nou, ik word daar zo gefrustreerd van. Ik word daar zo allemaal van die stomme dingen. Nog 1 seconde. Oké, dan is het inderdaad afgelopen. Je moet er gewoon zorgen dat je voor 15 seconden bijhoudt. Aha. Dat is dus interessant te weten. 2 punten. Godzie, Mickey zegt 2 punten eraf. 2 punten eraf. Dat is niet de bedoeling. Ik wil gewoon... Dit is gewoon het doel. Voor elke battle wil ik er punten bij. Dat is het doel. Nu hebben we het... Nou, dit is nog maar eerste aflevering. Dus 2 punten eraf voor de derde keer. Is niet al te erg. Nu ga ik... Oeh, Draken Dojo. Wauw. Die is gaaf. Die gaan we doen. Maar erg benieuwd wat het wordt. Maar ja, hopelijk wordt dat een leuke vierde race. En ja, ik begin steeds meer te leren van al deze gave battles. Kijk, dit is nou gaaf. De Draken Dojo, een gaaf circuit. En wij zijn nu weer aan de andere kant van de boeven, is denk ik de naam van de battle. En wij zijn nu de piranha zelf. Dus dat is nou wel eens fijn. Want de vorige keer waren wij de gejaagden. En nu zijn hun de gejaagden. Oeh, van mij hebben we er al eentje. Nou, klopt. Hoe kan dit nou in godsnaam geraakt worden? Ik heb de piranha, dat kan niet jongens, kom op. Ik wil even mensen pakken nu, want ik werd net helemaal gek van de mensen die mij pakten. Dus hopelijk kan ik even mensen pakken. Ik zeg het nu al 5 keer, maar maakt niet uit. Voor mij moet je gewoon langs rijden, want als ik op L klik, dan doet hij niks. Dat is dat ding dus. Dat is dat ding. Je moet gewoon dat dingetje aantikken en dan is het goed. Ik zie nog 1 blauwe als het goed is net op de map. Ik zie hem nu niet meer. Dus dat zou... Ja, oh, daar is hij. Hij zit inderdaad hier midden. Ik blijf gewoon denk ik een beetje hier zo spelen. En dan hoop ik dat ik... Nee, hij is nu wel aan de andere kant, die Mario. Die Mario Tanuki. Even kijken, ik heb geen flauw idee waar heen moet eigenlijk. Oh, ze zijn nu allemaal vrij. Ze zijn nu opeens allemaal vrij. Jongen, ik word... Pak hem. Nou, je gaat me niet vertellen dat we gemist hebben, hè? Je gaat me toch niet vertellen dat we gemist hebben? Dat zou ik helemaal erg vinden. God, zie Mickey, dan rijd ik er 5 keer langs en dan word ik geraakt. En als ik dan iemand pak, dan mist hij hem. Stomme piranha. Oh, daar gaat er weer in, gaat er weer in. Even kijken, oh, je kan hem slippen of zo, dat is ook wel interessant. Sorry als ik echt veel praat, maar dat betekent dat ik enthousiast ben. En ja, dat is dan alleen maar positief, denk ik. Maar ik snap dat misschien vervelend kan zijn. Oh, mijn jongens, alsjeblieft. Ik word zo gek van dat soort mensen. Kom op, jongens, ga even op zoek naar een dingetje. Oh, zo'n rood schild. Waarom doe je nou niks? Kom op, jongen. Kom, nou, wat is dit nou? Ik word daar zo gek. Oh, ik word nu helemaal gek. Het kan ook zo frustrerend zijn, al die stomme battles. Pak hem dan. Het sturen is ook zo lastig, jongen. Oh. Er gaan zoveel dingen tegelijkertijd nu dat het helemaal panisch wordt. Pak hem. Ja, waarom pak je? Je doet ook helemaal niks, hè, die stomme piranha. Dat ding doet helemaal niks. Ik klik op L, ik ben dichtbij en nog doet hij niks. Ongelooflijk. Doe nou eens wat, man. Stom ding met die stomme sirene op je kop. Oh. Ik word echt helemaal gek van de band. Ik moet echt stoppen met praten, want ik praat weer veel te veel. Dat is ook een dingetje waar ik nog veel beter in moet worden. Echt veel beter, want af en toe kom ik gewoon niet meer woorden. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik zag hem achter me. Daar gaat hij. Hij is nu hier ergens. Het is zo lastig dat sturen, dat wil je niet weten. Kijk hier. Hij doet gewoon helemaal niks. Je kan wel naar links grijpen, of niet, stom ding? Jongen, ik word gek van die piranha. Echt waar, het is echt een stom ding. Ik vind het een stom ding met die stomme sirene op zijn hoofd. Ik vind het er niet uitzien. Ik word echt helemaal echt, ik vind dat, oh. Hij staat me niet aan. Hij staat me gewoon echt, elke keer als ik er naar een tijd, dan vind ik, oh, dat is afschuwelijk. Verschrikkelijk, echt waar. Waar word ik nou weer doorgeraakt? Ik snap het niet. Ik snap het wel, maar ik snap het ook weer niet. Jongen, ik snap dat door iets geraakt kan worden, maar ik zie helemaal niets liggen. Dat is het probleem. Alsjeblieft, nog 2. Nou, kom op, patsen allemaal, piranha. Ik heb er voor mij nog geen ene pond gedaan. En die gozer... Ah, jongens, alsjeblieft. Ik word gek van die... Echt... Ik word gek van deze piranha. Echt waar. Wat een stom ding. 4 punten verloren. Ga lekker weg, joh. Ik vind ook... 4 races vind ik ook meer dan prima. Dus... Had toch aan mijn hoofd, maar... Ik word hier alleen maar gefrustreerd van. Ik vind het zo verschrikkelijk. Wat een stom piranha. Ik kan voor geen meter sturen. Die piranha doet geen ene reet. Ik ga snel weg. Nou. Wat hebben we van deze aflevering geleerd? Korte en krachtige samenvatting. Ik moet minder praten. Ik moet gaan oefenen met de races. En hopelijk heb jij genoten van deze aflevering.
Ja, de rest mij nog in te doen. Dat is jullie natuurlijk enorm bedanken voor het kijken en voor al jullie geweldige support. Ik wil er een serie van maken. Misschien gevarieerd tussen Grand Prix en dan weer een beetje battles. Multiplayer blijft altijd. Dus ja, heb je dat in ieder geval een beetje in je idee of in je gedachten van wat de aankomende week kan gaan spelen. Dus ja, nogmaals, hartstikke bedankt voor het kijken en voor al jullie geweldige support. Wordt dus altijd enorm gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij mijn volgende video.